Yo kijkers van WatchJack en welkom terug bij Kingdom Open Kingdom. Yeah man, we zitten lekker in de game en ja, we zijn eigenlijk al begonnen. We staan hier ook al bij onze base in Kingdom Care. Ja, voor de meeste mensen die al de stream hebben gekeken, de allereerste stream. We zijn al begonnen met een basisspot. We willen hier graag ook ons dorpje maken. Ik ga het niet laten zien op de map, omdat het hier dan nog wel eens heel druk kan worden. En jongens, ik ga jullie eens even een heel leuk feitje vertellen. Gisteren waren wij druk bezig op onze farmlands, die je hier zo ziet. Zo, oh wat mooi. En ja, hier liep dus een bekende YouTuber. Het blijkt dus dat Jeremy van Altijd Compilaties ook in Kingdom Care zit. En dat hij hier gewoon onze farmlands heen liep. Toen kwam Diara aan, die dacht van, hé, ik ga grappig doen. Hij wist trouwens niet dat hij het was hoor, maar hij stond hier zo. En zei van, hé, ga eens weg joh. En dan ging die Jeremy gewoon nog fucking droog weg. Dus dat was al echt heel mooi. Maar ja, de eerste dagen zijn voorbij. We zitten nu al in dag nummer 3. Van Kingdom Care. En ja, ik heb hier al aardig wat spulletjes. Je ziet hier, ik heb al een fishing rod. Ik heb aardig wat emeralds. Ik heb al één boekje opgevist. En ja, noem het allemaal maar op. We hebben ook al saddles. We hebben paarden al. We hebben aardig wat spulletjes. Ja, dit ding is nou leeg, want we hebben de paarden verhuisd. Ik weet eigenlijk niet waar ze nu naartoe zijn gegaan. Dus ja, dat moeten we zo even laten. Dus ja, we gaan even hier naar beneden. Dan gaan we even snel kijken in onze chestroom. Want op dit moment hebben we niet heel veel bijzonders. Ja, we hebben deze blokjes in de grond zitten. Nou, wow, wat bijzonder. We hebben wat anvils. We hebben aardig wat cobblestone. We hebben hout. Hier zit wel iets iron in. Maar ja, zoals je ziet, we hebben hier geen belangrijke metalen in zitten. Ja, misschien lapis lazuli. En wat redstone. Hey, een zadel zit hierin. Nou, die verhuizen we straks eventjes. Maar ja, en wat ijzer. Maar ja, that's it. Voor de rest hebben we hier nog wat random stuff. Mob drops, ja. Stel in ieder geval voor dirt, gravel, andesite, al die blokken die we willen gaan gebruiken voor bouwen. En de food, want ja, we hebben natuurlijk het voedsel nodig. Dus ja, dit is even onze basis. We minen hier ook elke dag. En ja, dan moeten we natuurlijk ook eventjes een plekje hebben waar we standaard gewoon kunnen vissen. Nou, zoals jullie, ja, ik ga het nog niet op de map laten zien, want dan kan je wel even hier kijken zo. Maar ja, wat doen we dagelijks op Kingdom? De eerste weken zijn altijd de grindweken. Op die weken moet je dus zorgen dat je veel spullen hebt. Je moet Protection 4 gear hebben als je mee wilt wat wil betekenen zeg maar in een oorlog. Maar je kan ook bijvoorbeeld gewoon zeggen van, hey, weet je, we gaan gewoon voedsel fixen, we gaan bouwen. En dan zien we wel of de spulletjes aankomen. Nou ja, ik heb hier in ieder geval de welbekende rivier van Kerst. Ik weet niet waarom mensen dit soort shit maken, maar het is zo lelijk, jongen. En ook dit soort spul. Waarom maak je dat? Gewoon speciaal van spontaan van spugen. Maar ja, we gaan even een stukje varen. Want ik kan wel even laten zien hoe we naar de spawn gekomen. Hey, hier zit iemand onder mij te minen. Oh, wat hebben we hier toch een paar goede miners toch in keer, jongens. Lekker blokjes weghakken, yeah. Nou, meestal wat ik doe is, ik ga altijd via de boot naar de spawn. En want ja, dat is trouwens het chillst. Want ja, dan hoef je niet over die hele berg die midden in het land zit te gaan. Je kan hier gewoon lekker in de boot over de rivier. En dan zie je nog wat een keer gezellig mensen langs, langs de rivier. Ik weet niet wat de fuck dat is. Heeft iemand nou een waterrat hier gemaakt? Of is dat nou een huis? Ik weet het niet. Volgens mij is het Aaron hier. Dit is de base van Ursula. Ursula! Of ik weet niet. Volgens mij woont hij daar hoor. Of ik kan het ook fout hebben. Maar ja, hier zie je dus al die hoge bergen, jongens. Het is hier echt... Waarom hebben we eigenlijk blauwe kleine berg? Hebben we de Blue Mountains van Lord of the Rings? Volgens mij wel. Hey, sugarcane. Ja, dat hebben wij toevallig ook. We hebben ook al wortels. Dus dat is wel leuk. Hey, hier, kijk, daar loopt iemand met Iron Enchanted Gear. Dan ben je ook wel een drol als je dat nu al gaat enchanten. Ik kan beter gewoon gelijk Diamonds enchanten. Hier zit ook iets. Hier was gisteren een of andere lange toren gemaakt. Ja, er zitten zoveel groepjes. Wij hebben trouwens ook even een familie gemaakt. Dus ik ga even zeggen, hallo mensen van het goede leven. Zo, kijken wie allemaal gaat reageren. We hebben de Sas, oftewel Sasageo. Iedereen kent onze mooie naam. Kijk, iedereen zegt hoi, hallo. Oh, mogel. Goeie mogel. Hey. Lekker. Gegroet, heer Leonski. Kijk, we hebben allemaal... families hier en dat is best wel lachen. Wij hebben nu al 10 members in onze familie. Dus ik kan helaas niemand meer bij onze familie laten. Maar ja, anders had ik misschien wel een plekje vrij kunnen maken. Maar op dit moment gaat het een beetje lastig. Misschien dat we nog een keer de familie gaan uitbreiden. Maar het liefst zijn we een beetje een compact groepje. En nee man. Zo.
Ik hoef geen paard. Nee, maar dit blijft gewoon een compact groepje om ervoor te zorgen dat wij met andere families samen een soort van coalitie kunnen maken om raids te organiseren. Bijvoorbeeld in het noorden bij de, hoe heet dat? De Wild Hunt. Hey, kijk. Holy shit, ze zijn al best wel ver met de muur. We gaan even hier kijken. Hier was ook onze oude spawn. Die is er nog steeds, maar ja, ik weet niet of iemand er nog wat mee doet zo. Kijk, wat waren de koorts ook alweer van het huis van de rattenvanger? Weet ik zo niet. Dat is dus Ursula, dat is... Oh, dat moet niet zo. Je moet het zo doen. Je moet et Ursula. Zo. Oh, wat? Ik typ het goed. Ursula. Zo. Ook niet. Huh? Oh, de S is omgedraaid. Zo, die moet weg. Oké. Okay. It's done, oké. Okay. Maar hier zat dus de oude span. Die is nu volledig weggehakt, omdat hij gewoon echt in de weg stond. Hier moet even kijken. Ja, kijk, je kan hier al bijna niks meer doen. Het is hier echt gewoon één lelijke bende, jongens. Hier staat het ook wel. Er is een nieuwe span. No shit. Ja, je hebt hier nog wel twee spanners. We hebben hier een... even kijken, we gaan even hier kijken. Hier zit ook wel iemand. Dit is... Wie hebben we hier? Held ophakken. Hé... Hey. Hallo, ga je mij mappen, jongen? Ga je mij mappen, jongen? Je bent geen held op hakken. Oké, hij gaat naar binnen. Ga mij eens niet mappen, jongen. Hé, ga eens aan de kant. Hier staat er wel een regel. Er staat hier al iemand. Ik ga even... Ja, ga eens aan de kant. Ik wil even kijken. Ik wil even kijken. Kijk, hier zit dus de spawner. En hier kunnen mensen dus staan, dus dat is wel goed. Hé, kijk, dat is Giel. Waar is Giel? Hé, Giel. Zo. Nou, we gaan weer weg, jongens. Ik moet hier wel even wachten. Want ja, officieel mag je hier niet te lang, mag je hier niet te lang staan. Je moet iedereen gunnen, zeg maar, dus dat is al fijn. Hey, kijk, nou, we gaan eventjes een lekker een hapje eten. Een stukje vis. Dus ja, ik heb de hele dag lopen vissen, want ik ben op zoek naar boekies. Wat hebben we hier nog verder? We hebben hier dus onze mooie spawn staan. Oh, kijk, de beacon is zelfs al geplaatst, jongens. Nou, we lopen er even naartoe. Hoppakee. En ja, we hebben nog geen mooie brug of zo op dit moment. We hebben echt één simpel kobbel dingetje. Maar het gaat hard, jongens. Kijk, hier is alweer iemand. Volgens mij was het Rico. Oh nee, dat is X. Goeie. Yes. Oké, en dan kom je hier. Deze resources zijn alleen voor het hoofdgebouw. Pakken zonder toestemming kan leiden tot een ban. Oh nee, jongens. We willen geen ban. Toch? Of wel? Ik denk het niet. Maar kijk, ze zijn al aardig ver met ons mooie pastello. Castello di Lemando. En dan ga ik even jullie mijn energies laten zien. Want dit is wat ik op dit moment heb. Ik heb nog niet echt veel bijzondere shit. Maar ik heb hier een, ik ben dus bezig met een protection setje. Ik heb wel eentje met een Depstrider 3 boots. Maar er zat blast protection op, dus dat is wel even jammer. Maar ja, kijk, we gaan eventjes de emeralds hierin doen. Zo, wortels doen we even hier. En verder heb ik nog relevante spullen. Nee, ja, we hebben alleen die efficiëntie 3 en power 3. Dus eventueel dat we die voor later goed kunnen gaan gebruiken. En ik heb een protection 4 boek. Die moet ik ook even meenemen trouwens, want die wil Aaron hebben. Nou, kijk, je ziet hier dus al een echte hele mooie spaan ontstaan, jongens. We hebben hier zelfs al een troon. Moet ik hier eigenlijk op gaan zitten? Nee, hè? We kunnen beter gewoon hier zijn zitten. Gewoon zo. Hé, hey, is hier de vissa? Hier is vissa, jongens. Of niet? Ik denk het wel. Straks komt hier dikke vissa, jongens. Even dat jullie het weten. Maar goed, we gaan even de map laten zien. Jullie zien hier dus heel mooi de spaan. De spaan van Keer, zo. En dan hier was dan de oude spaan. En als je dan hier helemaal langs gaat, je gaat deze hele rivier zo volgen. Je kan hier volgens mij heb je een tri-splitsing. Dan kom je hier in Eos, maar op de een of andere manier, als ik mijn minimap gebruik, dan spant hier telkens dus de spawn van de DDG-server. Ik zie dat hier spawn je dan en dan heb je hier de Kingdom Portal of weet ik veel wat er zit. Maar ja, hier zit dus Eos. Eos is een mooie plek. Kijk, oh. Hier hebben we dus wortels gekocht. En voor ons is het nog best wel dichtbij. Kijk, het is gewoon een rivier uit, een stukje woestijn. En je bent in Eos. En hierachter, oh. Nee, niet kut. Oh, en hier zit trouwens Aals. Dat heb ik ook al gevonden. En in het noorden, waar ik nog, moet ik nog eventjes hier, trouwens. Nieuw waypoint, dat gaan we even zeggen. Onamaril. Zo. En wat voor kleurtje doen we die? We doen die eventjes een sterretje. En dan doen we die geel, want het is een geel kingdom. Zo. Nou, dus we kunnen hier naar Onamaril. En we weten dus al dat hier Aals zit. Dus zou hier ergens Catwin moeten zijn, denk ik. Bij dit stuk wat al heel vreemd is ingeladen. En hier zou denk ik iets van Escalor zijn. Of andersom. Het zou zomaar kunnen. Ik weet echt niet waar de rest zit trouwens. Maar hier is Kingdom Keer. Ik moet het hele zuiden nog verkennen. Ik heb hier ons huis. Kan je mooi zien. Oh shit. Jongens, jullie weten nu waar onze base zit. Oh shit. Oh shit. Nee, en dat is dus eigenlijk iets. Hé, kijk. Sun Jelle. Ook een ervaren speler.
Zo, ja, dus dit is een beetje hoe ons kingdom er nu uitziet. En ja, we zijn natuurlijk nog druk bezig om dingen te verzamelen. Ik ga lekker veel vissen, ik ga lekker veel enchanten, veel minen. En ik ga ervoor zorgen dat we fucking sterk worden, zodat we in een volgende oorlog die er misschien aankomt, na mijn vakantie. Want jullie zien het denk ik in de vakantie, ik hoop denk ik de tweede week of zo. Moeten we nog best wel veel doen namelijk. Ik merk dit allemaal vooraf, omdat ik jullie natuurlijk niet in mijn vakantie zonder video's wil laten zitten. Dus ja, hopelijk vonden jullie het leuk. Abonneer natuurlijk op Watch Jagger als je meer van Kingdom 2 wilt zien. Laat natuurlijk eventjes een reactie achter welk kingdom jij zit of jij gaat joinen. En ja, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Later.